Nederlanders krijgen helaas steeds vaker te maken met huidkanker. Als je hoort dat je melanoom hebt, de dodelijkste vorm van huidkanker, brengt dat veel vragen mee. Welke behandelingen zijn er in 2016 bijgekomen voor het uitgezaaide melanoom? Welke impact hebben deze behandelingen op de overleving van patiënten? Welke impact op de bijwerkingen van patiënten? Dit en nog veel meer wil ik met u bespreken op de Melanoom Infodag op 8 april aanstaande. Op deze dag zijn er ook interessante workshops, zoals bijvoorbeeld hoe pak ik het leven weer op na het behandeltraject. Er is ook aandacht voor de partner en de kinderen van de patiënt. Welke impact heeft deze ziekte op hun leven? De Melanoom Infodag biedt een uitgelezen kans om meer te weten te komen over dit onderwerp en over andere onderwerpen. Kom je ook?